Hallo. Vandaag niet in het Engels. Veel mensen vragen mij wat dat ik ga doen en wat dat ik wil doen en wat ik momenteel aan het doen ben. Omdat mijn enige fishing over is, ja. Vragen ze zich waarschijnlijk af wat voor plan dat ik heb. Ik ben niet bezig van Dassazima. Voor mij staat de kniel om te weten wat ik doe. Maar tegenwoordig ze wel naar. Gewoon dat veel mensen mij vragen en daarom maak ik er een video over. Dus waarom niet? Als je niet geïnteresseerd bent om te weten wat ik van plan ben te doen en wat ik nu mee bezig ben, ga dan naar een andere video gaan zien, want ja, dan is het geen nut dat je kijkt. Nou, momenteel ben ik bezig met een goal te halen, qua wat mijn levels betreft. Mijn levels zijn een beetje, ja. Zoals je hier kunt zien bij Hunter en Herblor en Tiefling, ze zijn nogal laag. Ze zijn nogal laag en daarom, ja. Zou ik die een beetje eruit willen krijgen. Bijvoorbeeld, mijn eerste goal is om ze allemaal 30 plus te krijgen. En dat is me bijna gelukt, want bij Herblor 5 leveltjes, bij Hunter 5 leveltjes. En dan ben ik ermee klaar. En dan zie ik wel welke skills ik zie zitten om bijvoorbeeld boven de 5 tot 50 te krijgen ofzo. Soms kern. Mijn toekomstige goals na tijdens 99 Fishing had ik heel lang gedacht om mijn cooking, dat nu 63 is, ik was van plan om dat zelf vissen te vissen en ja, en dan er 99 mee te halen. Maar ja, ik zat niet zitten om ze te kopen omdat ik dat geld omdat ik daar zoveel geld niet wil voor uitgeven. En ja, zelf vissen, dat zou zo danig traag doen gaan dat. Dat gelijk 99 runecrafting is dat ik moet halen. Dus ja, dat heb ik een beetje uitgezet. En toen ben ik tot de conclusie gekomen dat Strange heel hoog was. 77 toen. Dat was een na mijn goal dat ik dat besefte. En dacht ik van, ik doe dat al graag combat. Dus waarom zou ik dat niet doen? Maar er is nooit, maar er is een reden waarom dat ik 99 Strange nog niet aan begonnen ben. Is ja. Het is niet omdat het niet hoog genoeg is, want het is 80. Toen ik aan fishing begon was ik 76. Dus dat gaat geen probleem zijn. En het gaat nog een stuk sneller ook, Strange. Heb ik al gemerkt. Want ik heb al een paar uurtjes getraind. Maar de reden waarom dat ik er nog niet aan begonnen ben is ja. Het is, we zijn gewoon een tijd, schoolweken. En ja, ik heb geen tijd om 6 uur per dag te trainen zoals ik met fishing deed in de vakantie. In de vakanties. Dat gaat niet als het school is. Ik heb huiswerk, ik kom sowieso al wat later thuis. Ja, dat gaat niet. En daarmee ben ik van plan om te wachten. En eraan ongeveer rond 1 juli te beginnen met mijn goal naar 99 Strange. Nu, ik weet wel een paar plaatsen waar je goed kunt trainen, maar zo verdreven is het niet. Dus tips zijn heel welkom, zeer welkom zelfs, want ik kan het wel gebruiken. Ik zou niet weten wat ik er nu nog moet over zeggen. Mijn total was voordat ik aan. Toen ik 99 fishing was. Was mijn total ongeveer. Tja, 1200. 1200 was mijn total. En nu kijk, ik ben al 1315. Dat is toch al heel erg goed vooruit gegaan, vind ik. Allee, vind ik toch. Ik vind dat een heel vooruitgang.
100 levels vooruit gaan in die korte tijd? Hoe lang is het geleden? Een maand of zo? Zo. Als je nog vragen hebt over wat ik ga doen, moet je natuurlijk altijd stellen. Ik ga waarschijnlijk ook wel versie in het Engels maken. Waarschijnlijk zeg ik. Ik weet het niet zeker, want het is nogal een beetje een raar video. Ik kan nog maar één keer zo'n video maken. En dat was bij mijn... toen dat ik daar in Zanari stond uitleg te geven over fish, over mijn enige fishing goal. Dat was de enige keer. Dus zoals ik al zei, ik sta open voor uitleg van 99 Strange. 99 Cooking ga ik niet meer doen. Dat ben ik niet meer van plan, tenzij de Hulde mij een techniek kunt leren die mij bijna geld kost, maar dat ik toch geen XP verlies, maar dat betwijfel ik, dat bestaat niet. Ja. Dat was het. Tot ziens. Ik ga niet met het doel van de kans op te maken in mijn ouders, dus ik ga op mijn maxke. Dan ga ik dat doen ook deze vakantie. Dus ik ga geen 4 uur op de computer.